We zijn in het Hof van Sint-Jan. Hoe lang woon jij hier al? Ik woon hier 13 jaar. En je zit in een rolstoel. En vroeger lag je er een beetje meer in. Ja, klopt. Maar hoe is dat zo gekomen dat jij daarin bent beland? Ja, ik heb een hoogdwarslesie, waardoor ik afhankelijk ben van zorg. En dat is allemaal begonnen met een trampolinesprong. En Misgegaan. En dat is onherstelbaar beschadigd. Ja. Dat is heftig, maar ja. Ik heb altijd wel de indruk dat jij daar ik ken je natuurlijk voor de rest nu, maar dat jij je wel daar mee hebt leren leven. Hè? Je bent heel actief, ik zie je ook vaak in de stad, al dan niet met de hond. Ik sta inderdaad helemaal in het leven en dat komt eigenlijk ook door de manier waarop ik nu hier kan wonen. Ja. En doordat ik natuurlijk door de locatie, midden in het centrum. Ideaal, ja. En ik kwam ook binnen, de deur zwaaide letterlijk voor me open, dus jij kan heel veel dingen bedienen op afstand. Ja, gelukkig is het 2021 en zijn er heel veel dingen mogelijk, aanpassingen. En een beetje creatief denken helpt ook bij veel dingen en oplossingsgericht denken. En ik woon hier dus bij ik huur mijn woning van de woningbouw. Oké. En maar wel met een convenant dat ik de zorg afneem van Focus Wonen. Dat is een stichting. Die hebben volgens mij bijna 100 projecten in Nederland. En in Zeeland is het in Middelburg dus uniek. We zijn de enige in Zeeland die dat hebben. En dat zijn 15 huizen hier in deze in de Sint-Jans of 12, ja. In de hele buurt. Ja, jouw gezicht ken ik ook echt al heel lang. En we kennen elkaar niet goed, maar je doet ook als een terrasje en noem het allemaal maar op. En Cies, is dat van de kledingzaak? Hoe zat dat ook weer? Kouswinkel. Ja. Had het gehad en toen daarmee gestopt. Toen een baan moeten zoeken, de een en ander dingetjes gedaan. Toen was er een open dag bij Focus en ben ik bezig kijken. En ik vond het wel heel erg gaaf. En ik wou wel, de zorg leek me wel leuk. Maar ik had er nooit de opleidingen voor gedaan. Want ik had geen zin in school vroeger. Dus toen de open dag geweest. Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus een sollicitatie gedaan. En een week later begonnen. Ja, hartstikke leuk. Dat is 9 jaar geleden. Ja, alweer. Heb je geen opleiding nodig? Nee, bij Focus heb je geen opleiding nodig. Je krijgt een cursus van Focus. En dan ga je 8 keer op cursus die aangepast is op de zorg die je hier doet. Tot waar gaat de zorg dan? Want ik bedoel, jij kan heel veel dingen zelfstandig, maar bijvoorbeeld 's avonds je bed en ik noem maar wat. Ja. Kan je dat ook zelf? Of? Nou ja, Focus is eigenlijk zorg op afroep en op aanleiding van de cliënt. Dus in feite is Monika mijn handen. Ja. Als ik ergens hulp bij nodig heb, dan roep ik op via een intercomsysteem met een spreek-luisterverbinding. En degene die dan aan het werk zijn, die antwoorden dan als ik geluk heb, dan ben ik gelijk aan de beurt. Vaak is dat wel zo. Maar nu is er een beetje een onderbezetting met personeel. Dus dan kan het wel eens ietsje langer duren. Maar goed, je weet wel dat er altijd iemand komt. Voor. Ja. En op het moment dat ik dat wil, dus als ik tot heel laat op het terrasje wil zitten omdat het mooi weer is, dan precies, ja. Dus in die zin heb je heel veel vrijheid. En, geen afspraken. Wat jij ook zegt, je hebt geen opleiding nodig, maar er worden wel mensen gezocht. En dat vond je toch wel leuk om te benadrukken van mensen denken er eens over dat je dit ook kan doen. Als je bijvoorbeeld je baan kwijt bent in de horeca, ik zeg maar wat, of welke baan dan ook. Dat dit is ook een traject. Nou, jij bent daar eigenlijk gewoon het levende voorbeeld van. Ja. En kort samengevat, wat heb je het naar je zin? Heb je die stap? Ja, ik had het echt 10 jaar eerder moeten doen. Maar goed, toen kwam het niet op mijn pad. Maar het is echt een superleuke baan. En of het dan maar voor de jongeren, want dat is toch altijd het ding. Verdient het ook een beetje normaal? Is dat gewoon oké? Ja, ik heb ook wel je onregelmatigheidstoeslag. Dus je kan het mensen gewoon aanbevelen om eens. Ja. En hoe werkt dat? Kunnen ze dan op de website kijken of zo bij Focus? Of, ja, www.focuswonen. Maar Focus Wonen. Het is nog leuker als mensen gewoon eventjes hier zo binnenstappen. Bij jou? Ja, dat mag ook. Maar of hierachter, ik zal daar straks nog wel even wat shotjes van maken. Ja, daar is de unit, daar is altijd iemand aanwezig. 24 uur per dag natuurlijk en 7 dagen per week. En dan zien ze ook een beetje hoe. En zowel mannen, vrouwen, alle leeftijden, iedereen is welkom? Of, ja, iedereen. Zijn er ook mannen die hier werken of is het een damesberoep? Ja. Eentje. Man. Ja, dat is toch altijd leuk. Maar er komen er meer bij, hoor. Ja, vind je dat wel leuk, een gezellige kerel over de vloer? Die mannen die kunnen wat
relativeren en die zijn gewoon van het aanpakken, vind ik. Maar goed, dat is mijn mening. Dat wil niet zeggen dat iedereen het met mij eens is. Maar ik denk dat het wel is, goed is voor de balans. Ja. Nog andere dingen die jullie kwijt willen of willen melden? Dit is je kans. Nee, ja. Het is gewoon een waanzinnig leuke baan. En hoeveel vacatures zijn er? Hoeveel mensen zoeken jullie? Of is nou, gaan er binnenkort weer twee met pensioen. Dus dan heb je een groot contract. Dus als je gewoon, als je serieus komt kletsen en je hebt goede intenties, dan maak je best een goede kans. Ja. Oké, nou ja, weer eerst komt, weer eerst mag. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om te noemen dat je zeg maar, dus het verlengstuk bent van de cliënt. Je werkt op aanwijzing van de cliënt. Ja. Dus als ik achterstevoren in mijn bed wil liggen, dan kan je hooguit denken, ja, dat is raar. Maar we doen het wel. Maar uiteindelijk doe je het wel, tenzij... Er zijn er hele goede redenen om het dit te doen. Ja, dus je komt wel, en dat is denk ik ook het leuke, ja, tenminste dat vind ik het leuke om hier te wonen. Je komt gewoon wel bij mensen in de woning. Ja, het is geen organisatie, of hoe zeg je dat, een instelling of zo. Nee, het is echt, wat je zegt, je zit midden in en je woont achter Sjaakje Graaf, hè? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En Sandra, die trouwens ook heel goed kan verzorgen. Ja. Maar goed, nu dwalen we af. Ik kan heel goed koken. Ja, nou wel nog. Hey, dank jullie wel voor jullie tijd en ik hoop dat er mensen op afkomen. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Oké. Ja, dat hij dan volgende week gewoon niet op kan dagen.